naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. Vandaag gaan we het hebben over misschien wel een van de allerbekendste verzen in de Bijbel. Deze vers komt uit een van de psalmen. Zoals jullie weten zijn de meeste psalmen geschreven door David de profeet en koning. Koning David heeft deze psalm geschreven en misschien is de reden dat die zo bekend is geworden wel dat het zo'n persoonlijke psalm is geworden, dat er zoveel persoonlijke dingen in stonden. Want deze psalm luidt namelijk: de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dat is psalm 23, vers 1. Psalm 23, vers 1, en daar staat dus in: de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En het is zo'n persoonlijke psalm geworden, omdat David zelf ook een herder was. Misschien kennen jullie het verhaal van David wel een beetje. David was de jongste van al zijn broers en hij had als taak thuis om de herder te zijn van de schapen van zijn vader. En behalve dat hij eigenlijk beschreef wat zijn taak is geweest toen, beschrijft hij ook of praat hij eigenlijk in een profetie. Een profetie is iets, de wil van God bekendmaken aan het volk. Maar het kan ook betekenen dat David iets zei wat sloeg op iemand later in de Bijbel. En het mooie is dat later in de Bijbel, veel, veel later, zegt Jezus zelf, de Heere Jezus zelf, zegt in Johannes 10, vers 11, zegt hij tegen de mensen: ik ben de goede herder en de goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Dus eigenlijk is het heel mooi dat David hier een profetie doet naar de Heere Jezus en eigenlijk dat ze alle twee letterlijk zeggen van: deze herder, deze rol, dat is een belangrijke rol in onze kerk, in ons christendom, zoals wij dat kennen. Wat betekent het eigenlijk als de Heere Jezus zegt: ik ben een herder? Wat betekent dat? Of als David zegt: de Heere is mijn herder? Wat betekent dat? Dat betekent dat wij automatisch schapen zijn. Wat betekent het dat wij dan schapen zijn? Hè? Want het gaat hier om een relatie. Het gaat hier om een relatie tussen zwakke entiteiten, zwakkelingen eigenlijk, hè, kuddedieren, en een herder die dat regelt voor ze, dat ze hun leven kunnen leiden en kunnen doen wat ze nodig hebben eigenlijk om gelukkig te kunnen zijn. Want hij zegt dus eigenlijk, als herder, die herder die zorgt voor al die schapen, die zorgt ervoor dat ze te eten hebben, hè, aan grazige weiden, dat ze water hebben. Hij verkwikt hun ziel, dus ze zijn allemaal gelukkig omdat ze weten dat er goed voor ze gezorgd wordt. Dus al die eigenschappen die schapen hebben, die zwakkelingen eigenlijk hebben, de hulpeloosheid, hè, dat ze niks alleen kunnen doen, dat ze speciale aandacht vereisten en speciale verzorging, dat ze bang kunnen zijn en soms ook wel een beetje koppig, dat ze leiding nodig hebben zodat ze weten waar ze heen moeten. Al die eigenschappen die de schapen hebben, die wij als mens zijnde dus hebben, dat zijn eigenschappen die worden opgelost, die worden opgepakt door de herder. De herder die dus de Heer is, die dus de Heere Jezus is, zoals hij zelf ook zegt in Johannes hoofdstuk 10 vers 11. En wat zijn de eigenschappen van de herder dan? De herder die is heel lief, hè, want je gaat niet zomaar voor levende wezens zorgen. Daar heb je echt bepaalde karaktereigenschappen voor nodig. En als je niet lief bent, dan kan je niet zorgzaam zijn. Hij is geduldig, want als er één schaapje weggaat, dan gaat hij achter dat schaapje aan om het te zoeken. Zorgzaam, hè, hij zorgt ervoor dat die schapen hebben wat ze nodig hebben, krijgen wat ze nodig hebben, zoals we dat net zeiden. Intelligent, hè, want hij weet dus hoe te plannen, waar ze heen moeten, moet strategisch zijn, zodat het een goede plek is om daar met een hele kudde te zijn. Alert, dus altijd wakker, want als er dan vijanden komen die schapen willen aanvallen, zoals bijvoorbeeld wolven of beren of leeuwen vroeger in die tijd, dan moest hij daar iets tegen kunnen doen, dan moest hij dat kunnen oplossen, dan moest hij ze kunnen beschermen. Hij heeft autoriteit, hè, de herder heeft ook autoriteit om zeg maar de leiding te kunnen nemen. En zelf opofferend, hè, want als je voor de schapen wil zorgen en het gevaar komt eigenlijk vlak bij jou, dus de leeuw komt vlak bij jou, dan zijn daar wel risico's aan verbonden. Dat betekent niet dat dat zomaar dingen zijn die zonder gevaar verder zullen gaan. Net zoals de Heere Jezus zichzelf heeft opgegeven voor ons, onze zonde op zich heeft genomen, zodat wij verder konden leven, gelukkig konden zijn en het leven bij hem konden doorbrengen. Zo heeft hij zijn leven voor ons gegeven. Hij heeft de zonde die wij hebben gemaakt op zich genomen en heeft zich daarvoor laten kruisigen. Dus dat, hè, dat zijn een beetje de gelijkenissen die je kan trekken daaruit.
Dus bedenk je de zorgzaamheid in onder de vleugels van de Heere, dat er voor je gezorgd wordt. Hè? Er is een zorgzame herder, ook al ben jij een klein, zwak schaapje wat heel veel nodig heeft en wat heel veel niet alleen kan. Er is iemand die krachtig is, die zijn leven voor jou heeft gegeven en die wil dat jij gelukkig bent en altijd dichter bij hem kan komen. Ik hoop dat jullie ervan iets hebben geprofiteerd vandaag. Lees de psalm, het zijn maar 6 versen. Lees de psalm, probeer die te leren. En de eerste vers daarvan is: de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dat is psalm 23, vers 1. En ik hoop jullie te zien bij een volgende aflevering.